Hoi, mijn naam is Rikke Barendsen van reisorganisatie Bario Live. En vandaag laat ik jullie zien hoe je een tulband ontdoet. Hier heb ik de tulband. Met mijn linkerhand het eindstuk en hier aan de rechterkant het grote stuk. In totaal is hij 14 meter lang. Je kan ook een tulband van iets kleiner gebruiken, 7 meter of 10 meter. Maar ik heb hem hier van 14 meter. Goed, ik laat even de tulband vallen op de grond. En ik leg met mijn linkerhand de tulband over mijn hoofd heen. Over het haar, zoals je kan zien. En met mijn... Het is belangrijk dat je linkerhand, dat je in de linkerhand het stuk, dat een groot stuk is aan de linkerkant, zodat je daarna met je rechterhand de tulband als het ware rondom je hoofd draait. Waarbij belangrijk is dat de tulband schuin, ongeveer schuin over het hoofd heen gaat. En hij niet te veel over je gezicht, over je hoofd valt, zodat je goed kan kijken. En ook niet te strak is, want als je straks in de woestijn loopt en het is warm, dan wil je natuurlijk niet dat je hoofd bekneld raakt. Nou, het bovenste stuk van de tulband zet ik vast bovenop de tulband, hieronder. Zodat die niet los gaat. Dus dan kan ik met mijn handen los gewoon lopen. En nu gaan we naar het linkerstuk. Nou, dit linkerstuk gebruik ik eigenlijk om mezelf te beschermen. Hoe doe ik dat? Ik leg hem over mijn neus heen en ik bind hem hier vast hieronder. Zodat ik beschermd ben tegen de zon. Ofwel tegen een zandstorm. Als er een zandstorm is, dan heb ik een zonnebril op om me zo te beschermen. Stel je nou voor dat de zon van achteren komt, dan leg ik hem zo over mijn nek heen en mijn schouders. En dan bescherm ik zo mijn nek en schouders van de hete zon. Dus afhankelijk van hoe je wil en afhankelijk van het weer kan je tulband aanpassen. Meestal heb ik hem zelf, als er geen zandstorm is of niet te veel zon is, leg ik hem zelf zo over mijn nek heen. Op deze manier. Wil je meer informatie over weten? Bariolife.nl. En ik wens je veel succes. Succes!